Oké, mijn beste MicroTech-vrienden, hartelijk welkom. Vandaag gaan we even kijken hoe we een uitgebreide PPP-OE-configuratie kunnen uitvoeren met MicroTech. PPP-OE staat voor Point-to-Point Protocol over Ethernet en het is een netwerkprotocol dat vaak wordt gebruikt om een point-to-point verbinding via een Ethernet-verbinding tot stand te brengen. Het wordt vaak gebruikt in breedbandverbindingen, zoals DSL, wat staat voor Digital Subscriber Line, en sommige kabel-internetverbindingen. Een voorbeeld hiervan is de provider Proximus, die gebruikt PPP-OE. Wat is nu de bedoeling? Ik heb hier nu een MicroTech router. Hierop configureer ik een PPP-OE server, hierop Ether 10. Ik sluit daar een SXT aan om een uplink te kunnen verwezenlijken, want ik zou graag twee klanten voorzien van internet door middel van een PPP-OE client. Deze gaat via de uplink verbinding maken met de PPP-OE-server en de klant 2 gaat dat eveneens ook doen via dezelfde uplink en dezelfde interface. En wat gaan we doen om toch wel meer details prijs te geven? We gaan klant 2 5 megabit, 5 megabit bandbreedte geven en klant 1 gaan we 10 megabit, 10 megabit geven. Nu ik dit heb gezegd, gaan we eerst en vooral de router configureren. We gaan vanaf 0 beginnen en daarna gaan we de uplink configureren. Dat belooft toch wel een lange tutorial te worden. Daardoor gaan we niet te veel theorie verkopen. We gaan dus direct aan de slag met het configureren van deze MicroTech router. Wat ga ik nu op de router configureren? Ik ga een bridge aanmaken. En in deze bridge plaats ik Ether 2 tot Ether 10. Deze poorten gaan in deze bridge worden geplaatst. Ether 2 tot en met Ether 10. Ik ga het bridge een IP-adres geven, 172.16.10.1/24. De SXT ga ik het IP 172.16.10.2/24 geven en we gaan een route dat alles via dit IP-adres naar het internet wordt gestuurd. Want wat moet ik nog doen op de router? Ik moet op Ether 1, daar moet een DHCP client worden geconfigureerd, zodanig dat deze hier kan verbinden met het internet. En om dit netwerk te kunnen forwarden naar het internet toe, moet NAT worden geconfigureerd. Nu gaan we aan de slag met het configureren van de router. Dit is hier nu de MicroTech router en in tegenstelling van de afbeelding, ja, ik heb hier nu een router 4011. We gaan de bridge aanmaken en ik zag hier bridge LAN. Ik klik op apply en ik ga hier dit MAC-adres bij admin MAC-adres plaatsen, zodanig als de router terug opstart dat steeds hetzelfde MAC-adres wordt gebruikt voor de bridge. En nu gaan we de poorten Ether 2 tot en met Ether 10 in deze bridge plaatsen.
Ik kort dat hier wat in. Ether 2 tot en met Ether 10 is hier in de bridge geplaatst. We gaan hier alles sluiten. Zo. En nu gaan we naar IP-adresses. En ik zag hier het IP 172 16 10 1 / 24 en dit op de interface BridgeLAN. Zo. Wat ik nu wil doen is naar de interface list en ik ga lists aanmaken. De one. LAN. En ik kan hier nog een management aanmaken. Zo. Oké. De LAN en de WAN is het belangrijkste. Maar we moeten nog, we hebben het aangemaakt, moeten we de interfaces aan de list gaan plakken. We gaan dus de WAN, dus de interface list WAN, dit behoort aan Ether 1. De LAN, dit is voor de bridge. Oké, begrijp je? Zodanig, indien je nu de firewall implementeert, gaan de interfaces die hier nu al zijn ingegeven, die gaan van kracht worden ook op de firewall. Oké, dit is zeer belangrijk. Wat gaan we doen? Ga ik nu naar mijn website. Oké, dit is mijn website wirelessinfo.be en we gaan hier naar Microtik code hulppagina. Dat zijn dus al codes die je kan kopiëren en ook het aanmaken van de interface list. En hier zien we de default firewall. Ik ga dat kopiëren tot aan list 1. De IP firewall NAT rule, dit gaan we zelf straks gaan ingeven. Dus ik kopieer dit. We gaan terug naar de Microtik router. We gaan naar New Terminal en ik plak deze code hierin. En als we nu naar IP firewall gaan, de firewall is geïmplementeerd. En nu gaan we naar NAT doorklikken. En hier zag ik Source NAT. De out interface is Ether 1, maar we kunnen ook zeggen de out interface is de one. Action masquerade. Anders kan ons privé-netwerk kan nooit op het internet gestuurd worden. Dus wij moeten ons privé-netwerk vertalen naar het ene IP-adres van de ISP. Begrijp je dat? En ik zeg gewoon oké. Wat moeten we nu doen? We gaan naar IP DHCP client en we gaan een IP-adres vragen aan de ISP om naar het internet te gaan. We klikken op plus, we selecteren Ether 1 en ik zeg gewoon oké. Ik heb hier een IP-adres verkregen en als wij nu naar Tools, ping gaan en ik zeg ping to google.com. Zo, wij hebben een internetverbinding. Dit is in orde. Nu gaan we de PPPoE configureren op de Microtik router en we gaan dus eerst naar IP pool en ik ga hier een pool ingeven. Pool PPPoE. En het adres is 172 16 10 20 tot 172 16 10 2 54. Oké, dit is onze pool voor PPPoE. We gaan naar PPP. PPPoE servers en ik klik op plus.
de service neem. Ja, je kan hier ingeven. Neem nu internet. En de interface is de Brits LAN. Indien je nu werkt met één interface, kan je zeggen, bijvoorbeeld T13, zo. Dit is ook goed, maar dan mag deze niet in de Brits zitten. Ik heb deze nu in de Brits geplaatst, maar je kan ook een interface selecteren. We gaan de Brits LAN nu nemen. En we zien hier authentication. We gaan alles laten staan zoals het is. En ik zeg gewoon oké. En nu gaan we een profile aanmaken. En ik zeg gewoon plus. De profile is 10. En we gaan dat zo schrijven. 10. Het local adres is het IP-adres die we aan de Brits hebben gegeven, is 172.16.10.1. En remote adres, hier gaan we voor de pool PPPoE. Oké, en wat gaan we hier nog ingeven? DNS-servers, ja, 1.1.1.1. Je kan natuurlijk kiezen wat je wil. Heb je nu een vaste DNS-server, kan je dit ook ingeven. Maar ik ga hier nu voor deze gaan. Ik zeg eerst en vooral even apply. En bij protocols, use encryption, default. Ik ga op yes klikken. De compression gaan we niet doen. We gaan dus alles uitgezonderd use encryption. En nu gaan we naar limit. En hier gaan we bij rate limit 10m/10m ingeven. Voor de rest hoeven wij niks te doen. We gaan een tweede profiel aanmaken en ik ga deze kopiëren. En ik zeg hier nu 5m. De rest blijft hetzelfde. Dat moet allemaal hetzelfde blijven. Dus de protocols, de limits, gaan we nu 5M en deze 5M ingeven. Dat is onze tweede profiel. Goed, dit is nu in orde gebracht. Ja, wat moeten wij nu nog doen? Wij gaan dus naar secrets. Want we gaan de klant 1 en de klant 2 gaan we een username en paswoord laten gebruiken. We gaan op plus klikken en de naam customer 1. Paswoord 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De service is PPPoE. En de profile, we gaan dus voor 10M, voor customer 1. Oké, en dat is alles wat wij hier moeten doen. Oké, en nu voor de tweede. En we gaan paste. En hier gaan we 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ingeven. En als we even kijken naar settings, je ziet deze. We gaan hiervoor PPPoE, de service. En de profile is 5M. En ik zeg gewoon oké. We zien dus de twee customers. Dus 10M en 5M. Dit is hier nu alles wat wij op deze router moeten configureren. Deze router is nu volledig geconfigureerd. En nu gaan we de uplink configureren. Dus we gaan een bridge aanmaken. En in deze bridge plaats ik WLAN 1 en Ether 1.
En deze Brits geef ik het IP-adres 172.16.10.2/24. En gaan we dus de WLAN 1 configureren. En de SSID is uplink 01. Oké, ik heb dus de SXT aangesloten. En als wij hier even kijken met Winbox, je ziet de SXT hier staan. Wat gaan we doen? We gaan dus inloggen. En we gaan eerst even kijken naar de Brits. Ik heb een Brits aangemaakt. Brits LAN. En ik heb de poorten Ether 1 en Wireless LAN 1 in deze Brits geplaatst. En ik ga nu naar IP-adresses en ik geef hier in 172.16.10.2/24 en ik plaats dit op de Brits. En nu gaan we naar IP-routes en ik zeg al het verkeer moet naar buiten. Naar het internet toe via de gateway 172.16.10.1. Oké. Wat moet ik hier nog ingeven bij IP DNS? Geef ik hier nu 1.1.1.1 aan 6.6.6.6. En ik zeg gewoon oké. Zo, we gaan nu naar New Terminal. En ik ga pingen naar 172.16.10.1, de router dus. En ik heb een ping reply. En als ik nu ga pingen naar google.com, ik heb een ping reply. Dus ja, dus ik heb al een internetverbinding. Wat gaan we nu doen? We gaan dus naar wireless, wireless LAN 1. En dit moet een AP Brits worden. En als wireless protocol, ik zou toch aanraden om voor NV2 te gaan. En we zien als wij NV2 gebruiken, wat moeten wij dan doen? We gaan dit venster wat vergroten. We zien NV2 staan. Hier moet je een preset key ingeven. En ja, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zo. Wil je meer weten over NV2? Ik heb op mijn website een volledige uiteenzetting geschreven over NV2. Je kan dit even nalezen. Oké, we hebben gezien. De preset key bij NV2 wordt hierin gegeven. We gaan naar wireless. De band die we gaan nemen is alleen AC. Ik laat alles hier ongemoeid, uitgezonderd de SSID. Dat was uplink 01. En wat moeten wij hier nog doen? Regulatory domain. Ik ga hier voor België. Dit laat ik ongemoeid. En dit is alles wat we hier moeten ingeven. En ik ga deze enablen. Dus dat is alles wat wij moeten doen bij de uplink. En we gaan naar System, Identity, uplink 01. Nu gaan we de eerste client installeren. En we gaan kijken wat wij daar moeten voor doen. De uplink is geconfigureerd bij de customer one. We gaan een verbinding maken met de uplink 01. En dit door middel van WLAN 1. En als we dit gedaan hebben, gaan we een PPP client installeren. Ook op de WLAN 1. We gaan hier nu op Ether 1
het IP-adres 172.16.11.1/24 geven. En we gaan een DHCP-server configureren. Wat moeten wij doen? Tussen Ether 1 en de WLAN 1, we gaan NAT configureren. Laat ons dit even doen en we gaan dus uittesten of alles werkt door de PPPoE-configuratie. Dit is hier nu onze SXT. Je ziet het staan, Customer 1. En we gaan naar Wireless. We klikken op WLAN 1. En het eerste wat ik ga doen is bij Country België selecteren. En we gaan even op Apply klikken en ik ga scannen. Ik ga dus op Start klikken. En we zien direct Uplink 1 staan. En terwijl wij scannen, gaan we op Connect klikken. Maar dit is nog niet alles, want wij hebben hier te maken met NV2. Dus we gaan naar NV2 Security en hier geef ik in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké, als we even kijken naar settings, zo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En ik zeg gewoon oké. En als we naar registration gaan, wij moeten hier verbinding maken met het access point. Zo, nu we verbinding hebben gemaakt, gaan we naar interfaces en we gaan zoeken naar PPPoE client. Zie je dit? PPPoE client. De naam, dat doet er niet toe. Het eerste wat wij gaan doen, de interface. Dit is Wireless LAN 1. En bij Dual Out gaan we de service. Weet u het nog? Ik heb ingegeven internet. En de user is Customer 1. En het paswoord is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De profile gaan ons niets van aantrekken. We gaan dus zeggen apply en oké. Okay. En zijn we nu verbonden? Running. We gaan dus de Ether 1 een IP-adres geven. En dit is 172.16.11.1/24, dit aan Ether 1 en we gaan naar IP DHCP server en ik geef hier in Ether 1, je hebt het gezien. Wat gaan we uitgeven? Ja, ik ga beginnen vanaf 20. Next, DNS servers worden hier ingegeven. Next en next. En wat moeten wij nog doen? Wij gaan naar IP Firewall, NAT, en hier ga ik source NAT ingeven. En het source adres is 172.16.11.0/24. En de out interface is de PPPoE out. Action, masquerade. En ik zeg gewoon apply en oké. Okay. Dus dit hebben we uitgevoerd. En als we nu naar tools gaan, ping. En ik wil pingen naar 8.8.8.8. En ik zeg start. Zo, ik heb een ping reply. Het wil dus zeggen dat wij een internetverbinding hebben. Laat ons even kijken. We gaan dat hier even onderbreken. Zo, zie je? En als ik deze terug inschakel.
Zo krijgen wij direct terug een ping reply. Oké, wat wil ik hier nu doen? Ik wil hier mijn PC op aansluiten op Ether 1. Dit is hier nu de DOS-prompt en ik ga ipconfig/al ingeven en we gaan kijken welk IP-adres verkrijg ik. Hier 172.16.11.2.54. Zie je? En als ik zeg ping google.com, ik heb een ping reply en we gaan nog even kijken naar de snelheid. Dit is hier nu de speedtest en we gaan even kijken welke snelheid behalen wij. Ja, amai, dat is geen 10 megabit, hè. Hoe zou dat komen? Ja, ik weet het, maar we gaan even kijken naar de MikroTik router zelf. We zien dat is niet beperkt. Hè? En we hebben hier een kleine snelheid omdat we hier in een testomgeving zitten natuurlijk. Hè? Dus dit is te verwaarlozen, maar het is boven de 10 megabit, 10 megabit. Laat ons dit even bekijken op de MikroTik router. Dit is hier nu onze MikroTik router en als we nu naar IP firewall gaan en bij filter rules, we zien dat Fast Track is geactiveerd. En dit is nu juist het probleem waarom wij geen snelheidsbeperking kunnen opleggen. Dus ik ga dat verwijderen. Ik moet de router terug opstarten. Zo, en dan gaan we nog even kijken naar de speedtest. Dit is terug onze speedtest en nu gaan we terug naar GA. En we gaan nu even kijken, zo. Dat trekt er al beter op, hè? Dus we hebben nu 10 megabit. En nu gaan we even kijken naar de upload. Zo, we hebben 10 megabit, 10 megabit. Wat gaan we nu doen? Dus we gaan de tweede customer gaan installeren. En we gaan dit ook doen vanaf het begin terug. Maar dan met 5 megabit, 5 megabit. Dus we zien, customer 1 heeft 10 megabit op 10 megabit indien je de fast track uitschakelt. Let erop. En nu gaan we customer 2. Deze gaan we ook configureren. Wij moeten dus ook een verbinding maken met uplink 01. En wij moeten dan de PPP OE. Want in de eerste configuratie heb ik gezegd PPP. Nee, dat is PPPOE. Dit moeten we dan ook configureren en dat was voor customer 2 en het paswoord was 876 enzovoort. En wat moet ik nog doen? Op Ether 1, ik ga deze het IP-adres 172.16.12.1 /24 en hier ga ik een DHCP server op configureren. En daarna moeten wij tussen de PPPOE interface en Ether 1 NAT configureren. Oké, dit is hier nu de tweede SXT en als we nu naar System Identity gaan, Customer 2, en we gaan hier nu beginnen bij wireless. Dan gaan we een verbinding maken. En hoe gaan we dat doen? We gaan dus hier naar wireless. En ik moet hier nu de LAN-instellingen zetten. Dus ik kies voor Belgium. Ik klik op Apply en ik ga dus scannen.
Ik zeg start. De welke moeten wij hebben hier? Uplink 01. Zie je? En terwijl we scannen, moeten we zeggen connect. Goed, wat moeten wij nu doen? Want het is een NV2 configuratie, dus we gaan naar NV2. Security. En hier geven wij de pre-cert key 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in. Tuurlijk, de pre-cert key moet zeer sterk zijn. Hè? Je kan nooit niet weten ja, dat je link wordt onderschept. Dus we gaan op OK klikken of op Apply en we gaan kijken hier of er verbinding wordt gemaakt. Zo, oké. We zijn verbonden en als we nu kijken naar registration, inderdaad, we zijn verbonden. Nu gaan we naar de interface en wij moeten naar de PPPoE client, zie je? Wat moeten wij nu ingeven? De interface, dat is WLAN 1. En hier bij DualOut, de service is internet. User, customer to. En ik heb gezegd als paswoord 8765-4321. Dit is alles wat wij hier moeten doen. De profile moeten wij niets aan doen, want dit wordt bepaald door de login op de router. Dus we gaan zeggen apply en oké. Okay. We zien direct link connected. Dus we zijn verbonden. Maar wat moeten wij nog doen? Wij moeten naar IP adresses. En hier geef ik in 172.16.12.1/24. Dat is dus de customer to zijn ja, privé netwerk. Dat is in orde. En we gaan een DHCP server configureren. En dit op Ether 1. Next. 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 En hier neem ik nu 20. Al de IP-adressen voor de 20 kunnen gebruikt worden door de customer om een access point te plaatsen, een switch enzovoort. Daar kunnen vaste IP-adressen worden ingegeven. Oké, ik klik op Next. DNS servers. Dit is hier 1.1.1.1. En 6.6.6.6. En ik klik op Next. En Next. Zo. Oké, wat moeten we nog doen? Als we nu naar IP firewall gaan, moeten wij een NAT rule ingeven. En ik ga hier dit. En ik ga de IP adressen tonen. En ik zeg nu source NAT en het netwerk is 172.16.12.0/24. Dit hier, maar /24, je ziet het hier. Dit moet vertaald worden en je moet naar buiten via de PPPoE out. Dit moet vertaald worden, dus masquerade, naar, en om het u duidelijk te maken, naar 172.16.10.2.53. Zo. En als ik nu de DOS-prompt erbij haal, en ik zeg ping google.com, zo. Oké, dus wij hebben een internetverbinding. Als ik nu naar IP firewall ga, dit zijn nu de twee vensters. En als ik zeg ping google.com,
Zo, ik heb een ping reply, maar als ik dus de NAT rule uitschakel, zie we wat er gebeurt. Zo, request standout. Dus er moet een vertaling gebeuren naar het netwerk waar de SXT in zit. Want de 172.16.12.0/24 is het privéadres van customer 2. Ik hoop dat je dit begrijpt. Zo, en als we nu kijken naar een speedtest, wat zien we dan? Dit is hier nu terug onze speedtest en ik ga hier gewoon op raakklikken. En dat was 5 megabit, hè? Weet het nog? Zo, oké, dit was dus ook 5 megabit wat ik wilde zien. Ja, we zien, het is wat aan het slinken, maar ik denk dat dat hier wel aan de testuitrusting hoort. Hè? Want ja, die SXT's staan hier maximum een 6 meters van elkaar en ja, dat kan uiteraard ook storingen geven. Wat gaan we nu doen? We gaan even naar de tekening gaan. Wij hebben hier nu de tekening en als ik hier nu als administrator mijn PC aansluit, ik ga hier mijn PC aansluiten, kan ik verbinden met de uplink en ja, kan ik in dit geval hier nu verbinden met de SXT om bijvoorbeeld te kijken of de link in orde is. We gaan dit nog even proberen, want als administrator moet je uiteraard nog aan deze SXT's kunnen. Hè? Wat gaan we doen? Ik ga hier mijn PC op aansluiten en we gaan kijken of ik de SXT van Customer 2 kan bereiken. Ja, ik moet je hier nog iets bij zeggen hè? In verband. Ik ga hier rood nemen. Ik heb hier nu mijn PC op aangesloten, maar ik heb hier geen DHCP-server op geconfigureerd. Weet je het nog? Ik heb nu mijn PC 172.16.10.250 gegeven. /24. En nu gaan we kijken of wij kunnen inloggen op zowel upload, customer 1 en customer 2. Dit is Winbox en we zien alvast de router, de uplink en we zien customer 1 en 2. Wat gaan we doen? We gaan dus gewoon hier op de router. Allee, dit lukt zo en ik ga vanaf hier naar de uplink. Allee, we zien 172.16.10.2 connect. Ja, dit werkt dus ook. Allee, dit werkt dus perfect. En als we naar wireless kijken en naar registration, wij zien hier nu customer 1 en 2 zitten op deze link. Ik kijk even naar de snelheid. Ja, hier maar 6,6. Maar goed, ja, dat is hier geen probleem. Oké, maar indien we nu naar de customer 1 willen kijken, je ziet dat er geen IP-adres is. We gaan even kijken wat dat is. Oké, we gaan even kijken naar IP-adresses. En we zien dat de PPPoE dit IP heeft gegeven. Ik ga een nieuw adres ingeven. 172.16.10. En dat is 3/24. En dit op WLAN 1. En ik zeg gewoon apply en oké. En ik ga dat sluiten. En we gaan terugkijken. Wat zien we dan? Customer 1 heeft dit IP-adres nu. En we gaan even zien. Zo. Zie je, dat is ook belangrijk, hè? Dat je als administrator eraan kan. Hè? Dus we gaan
naar customer 2. Zo. En ik ga dit ook wat vergroten. Zo. Ik ga naar IP adresses. En ik geef hierin 172.16.10.4/24. En dit op wireless LAN 1. En ik zeg oké. Okay. Ja, en als we dit nu bekijken, hier in het Winbox venster, zien we, Customer 2 geeft nu ook een IP-adres. Zie je? Wat is nog belangrijk? Als wij nu gaan naar System Package, kunnen wij op het internet, zie je, not resolve DNS name. Wat moeten we nog doen? IP DNS. En hier moeten we een DNS server gaan ingeven. Dat heeft niets te maken met het netwerk. Nee, dat heeft alleen te maken met de SXT moet op het internet kunnen. Dus ik geef hierin 1.1.1.1. En ik ga terug 6.6.6.6 nemen. Oké. Okay. Zo. En nu gaan we even kijken. Check voor updates. Nog altijd problemen? Nee, system is already up to date. Dus de router zelf moet ook op het internet kunnen. Hè? Want anders kunnen wij ja, het systeem niet upgraden enzovoort enzovoort. Goed. Dus we moeten dat ook doen op Customer 1. En we gaan naar IP DNS. En hier zit dat er wel in. En we gaan naar System Package. Check for updates. Zo. System is already up to date. Vooraleer ik deze tutorial beëindig, ga ik je nog één ding tonen. We gaan dus op de router. Gaan we nu naar PPP en bij profiles, ik ga hier bij customer 1, ik ga hier een ander lokaal adres tonen. Ik ga hier nu zeggen van 10.10.10.1, het lokaal adres en ik ga nu naar Customer 1. Ik ga dus naar hier. Customer 1. Dat is de SXT. En ik ga naar PPP. Ik ga dat nu even uitschakelen en inschakelen. Oké, en nu kijken we naar IP adresses. Wat zien we? De PPP OE. Dus hier het netwerk is 10.10.10.1 en wij hebben hier 172.16.10.2.54. Wat gaan we nu doen? Ik ga mijn PC aansluiten op de SXT bij Customer 1 en ja, heb ik nog een internetverbinding? Laat ons dit even bekijken. Oké, we hebben hier terug onze twee schermen en als ik zeg ipconfig/all, ik heb het IP-adres 172.16.11.2.54 en dat is customer 1. En als wij nu gaan pingen, dus ping google.com, ik heb een ping reply. Wat hier het IP-adres ook is, PPPOE trekt daar zijn plan mee en wij hebben een internetverbinding. En als wij hier nu tracert 8.8.8.8 ingeven, gaan wij op de router en zullen het wel zien. Dit is het privéadres van customer 1. En dit is de gateway van de PPPOE. Begrijp je? Dus ja, goed, wij hebben een internetverbinding.
Dit wilde ik je ook wel even laten zien in deze tutorial. Oké, dit was het voor deze tutorial. Uiteraard kan je PPPoE ook installeren op VLAN-configuraties, waarmee je dan ook kan werken met management IP's enzovoort. Wat mij betreft, ik dank u voor het kijken. Een thumbs up wordt zeker en vast geapprecieerd. En ja goed, wat mij betreft, ik zie u graag terug in een volgende tutorial.